Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is en heb je er 4 of 5 goed? Dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. Om vraag 1 te kunnen beantwoorden gaan we de wet van behoud van energie gebruiken. En die uh, zegt ons eigenlijk uh, dat uh, totale energie gelijk moet blijven. In deze situatie hebben we te maken met zwaarte energie en kinetische energie. Van alle drie de knikketjes zal de zwaarte energie afnemen als het valt. En dat betekent dus ook dat de kinetische energie moet toenemen. Als ik die delta E kinetisch even uitschrijf dan krijg ik dit. Het is het verschil tussen de kinetische energie aan het eind min de kinetische energie aan het begin... En ik wil iets zeggen over de snelheid waarmee de knikkers op de grond komen. Dus ik wil iets zeggen over de kinetische energie aan het eind. Dus ik ga deze vergelijking even omschrijven en dan krijg ik dit. En nu kan ik uh, kijken wat ik weet over het verschil van zwaarte-energie van die drie knikketjes. Omdat de knikketjes alle drie van dezelfde hoogte vallen, zal het verschil in zwaarte-energie bij elk van de drie knikketjes precies hetzelfde zijn. Als ik kijk naar de kinetische energie aan het begin, dan geldt eigenlijk ook dat die bij alle drie de Knikketjes dezelfde waarde zal hebben, omdat alle drie de knikketjes met dezelfde snelheid eh, het raam worden uitgegooid. Dus niet met dezelfde richting, maar wel met dezelfde snelheid. Als ik dan de verschillende zwaarte energie optel met mijn beginenergie van het knikketje, dan zal ik bij elk van de drie knikketjes dezelfde waarde krijgen. Dus dat betekent dat de kinetische energie van elk van de drie knikketjes op het eind ook gelijk is en daarmee ook de snelheid. Dus ze komen alle drie met dezelfde snelheid op de grond. Vraag 2. De wet van behoud van energie die zegt ons hier dat het, uh, de som van alle arbeid die wordt uitgeoefend gelijk moet zijn aan het verschil in kinetische energie. Omdat ik hier te maken heb met twee situaties waarbij de kinetische energie en de snelheid aan het begin gelijk is aan nul, kan ik ook zeggen dat. De grootte van de arbeid die wordt uitgeoefend, eh, omgezet wordt in de kinetische energie die de fietser op het einde zal hebben. In deze opgave krijg ik ook gegeven dat fietser 2 een afstand aflegt die twee keer zo groot is als fietser 1 en dat de snelheid van fietser 2 ook twee keer zo groot is aan het einde van die afstand dan de snelheid van fietser 1. Ik moet iets gaan zeggen over de kracht, de gemiddelde kracht waarmee beide fietsers hebben gefietst. Ik ga daarvoor even de vergelijking. Eh, Omzetten zodat de kracht links van het is-teken staat. Ik heb hem al ingevuld voor fietser 1 en ik kan hetzelfde doen door hem in te vullen voor fietser 2. Wat ik nu ga doen in de onderste vergelijking is in plaats van V2 opschrijven dat het gelijk is aan 2 keer V1 en in plaats van S2 dat het gelijk is aan 2 keer S1. Nou, als ik dat netjes doe, dan krijg ik dit. Als ik dan ook nog de haakjes wegwerk, dan kan ik het omschrijven tot. Deze vergelijking, dan kom je tot de conclusie dat de kracht van fietser 2 precies twee keer zo groot is geweest als de gemiddelde kracht van fietser 1. Vraag 3: We gaan weer de wet van behoud van energie toepassen en die zegt ons dat het verschil in zwaarteenergie, want het skateboard gaat in drie verschillende situaties naar beneden bewegen, het verschil in zwaarteenergie wordt omgezet in kinetische energie. En omdat de skateboards beginnen met de snelheid 0, kan ik meteen zeggen dat dat dan wordt omgezet in de kinetische energie die het skateboard aan het eind zal hebben. Invullen van beide formules geeft me het volgende. Ik moet iets zeggen over de snelheid waarmee eh, de skateboards aankomen aan het eind. Dus ik ga deze formule omschrijven zodat er staat v is. En als ik dan ook nog eens die 2 maal g buiten eh, de wortel haal, in een apart worteltje zet, omdat dat allebei constanten zijn, dan krijg ik dat de snelheid gelijk moet zijn aan de constante maal de wortel van het hoogteverschil. Nu ga ik eens kijken wat kan ik zeggen over het hoogteverschil tussen situatie 1, 2 en 3. Nou die hoogteverschillen die verhouden zich tot elkaar in de verhouding 1 staat tot 2, staat tot 3. Nu kan ik ook iets zeggen over hoe de snelheden zich tot elkaar zullen verhouden. Want die staan dus uh, in de verhouding wortelhoogte 1, wortelhoogte 2, wortelhoogte 3. Oftewel 1 staat tot wortel 2, staat tot wortel 3. Vraag 4. De vraag bij vraag 4 is of ik kan uitrekenen wat de snelheid is van de bal op positie 2. En om dat te gaan doen ga ik de wet van behoud van energie gebruiken. En die zegt het volgende, die zegt dat de som van alle energieën gedurende de beweging niet zal veranderen, die zal gelijk blijven. Ik heb al twee momenten aangegeven die ik met elkaar ga vergelijken. Als ik dat uitschrijf dan krijg ik de volgende vergelijking. En ik kan al meteen concluderen dat de zwaarte energie in situatie 1 gelijk is aan 0, omdat de bal begint op de, een hoogte 0. De rest ga ik invullen en dan krijg ik deze vergelijking. Ik moet V2 gaan uitrekenen, dus ik ga uh, deze vergelijking eerst wat vereenvoudigen, want de emmertjes die vallen weg, de massa van de bal, die doet er niet toe. En uh, ik ga hem ook omschrijven zodat er staat uiteindelijk V2 is. Nou, als ik dat netjes doe dan komt er dit uit. Nu is de vraag... Kan ik dit berekenen? Kan ik V2 berekenen uh, met de gegevens die ik al heb? Nou, als ik ga kijken wat er rechts van het is-teken staat, dan heb ik nodig de snelheid van de bal op positie 1. Dus de snelheid waarmee de bal naar boven wordt getrapt. En ik heb nodig de hoogte op positie 2. Nou, die twee zijn allebei gegeven. En dat betekent dus ook dat ik gewoon kan uitrekenen hoe groot de snelheid zal zijn van de bal op positie 2. En ik heb dus geen extra gegevens nodig. Vraag 5. In de grafiek zie je hoe de zwaarte-energie en de veerenergie veranderen van een bungee jumper terwijl die naar beneden valt. Ook voor deze jump geldt dat de wet van behoud van energie moet opgaan. Dus de totale hoeveelheid energie blijft constant. We kunnen in de grafiek ook mooi zien dat er blijkbaar geen sprake is van wrijvingsenergie. Want de bungee jumper eindigt met precies evenveel veerenergie als dat het begint met de zwaarteenergie. Dus er gaat geen energie verloren in de vorm van warmte. Welke energiesoorten eh, spelen hier wel een rol? Nou, het zijn er drie. Ik heb natuurlijk de energie, die is ook aangegeven. Ik heb de veerenergie en ik heb de kinetische energie. En de vraag is nu in welke van de vier getekende posities is de kinetische energie het grootst. En ik ga ze gewoon eens even af, één voor één. In positie 1 bevindt de bungee jumper zich helemaal bovenin. De zwaarte energie is maximaal en de bungee jumper beweegt nog niet. Dus de kinetische energie die zal daar nul zijn. In situatie 2 is de bungee jumper al een stukje aan het vallen. De veer is zich nog niet aan het uh, spannen. Er is nog geen sprake van veerenergie. En dat betekent dat alle zwaarteenergie rechtstreeks is omgezet in kinetische energie. En omdat ik nog iets meer dan vier blokjes aan zwaarteenergie over heb en ik in totaal zes blokjes moet hebben, kan ik ook uitrekenen als het ware dat ik nog iets minder dan twee blokjes in de vorm van kinetische energie moet hebben. In situatie 3 is er wel sprake van veerenergie. En nu moet ik even gaan tellen hoeveel blokjes aan veerenergie heb ik. Nou, dat is ongeveer anderhalf blokje. Hoeveel blokjes aan zwaarteenergie heb ik nog? Dat is in de orde van 1,8 blokje. De wet van behoud van energie die zegt dat de totale energie constant moet zijn, 6 blokjes. Dus ik kan uh, aangeven hoeveel een, uh, kinetische energie ik heb in situatie 3. Ga ik naar situatie 4 dan zie ik dat alle energie is omgezet in veerenergie. De bungee jumper bevindt zich op het laagste punt. De snelheid is daar ook 0, dus die kinetische energie is er ook 0 geworden. En ik heb nu dus uh, een aardig idee gekregen hoe de kinetische energie verandert in de loop van de tijd. Ik kan het ook aangeven in deze grafiek. En ik zal zien dat in positie 3 die kinetische energie van de bungee jumper maximaal is.